Wat is eigenlijk het object van de pedagoog? Zijn dat die kinderen? Zijn die kinderen het object van de pedagoog? En dan zegt hij, nee, het object van de pedagoog zijn niet die kinderen. Het object van de pedagoog is zichzelf. Er is een zeer mooie omschrijving van Fernand Deligny. Dus Fernand Deligny is een Franse educateur, zoals hij zichzelf soms heeft genoemd, soms ook niet, die zijn heel leven lang eigenlijk gewerkt heeft altijd met mensen in de marge. En vooral bekend is geworden door het feit dat hij gedurende meer dan 20 jaar in de Cévennes is gaan leven met autisten. Maar met zeer zware autisten. Dus autisten die als onhandelbaar, ongeneeslijk werden gezien. Als type autisten waar niks mee te doen viel. En hij is daar dus mee gaan samenleven in de Cévennes. Met nog een aantal andere mensen in zeer primitieve omstandigheden. Hij heeft dat dus meer dan 20 jaar gedaan. Die heeft ergens geschreven van... Wat is eigenlijk het object van de pedagoog? Zijn dat die kinderen? Zijn die kinderen het object van de pedagoog? En dan zegt hij, nee, het object van de pedagoog zijn niet die kinderen. Het object van de pedagoog is zichzelf. De pedagoog is precies diegene die zich bezighoudt met zichzelf. Die zich bezighoudt met zichzelf. Uiteraard niet in de zin van een soort van... Niet in een egoïstische zin of een soort egocentrische zin, maar precies die zich bezighoudt met de manier waarop hij zichzelf tot de wereld verhoudt. Daarin, door dat te doen, creëert hij voor die andere de gelegenheid dat hij ook met zichzelf kan bezig zijn. Het is eigenlijk door met zichzelf op een bepaalde manier bezig te zijn. Dus het probleem voor de pedagoog ben ik, niet het kind. Ik ben eigenlijk het probleem. Het is aan mij te werken dat ik misschien voor de anderen iets kan betekenen. Door aan mij te werken. Niet door mij rechtstreeks tot de anderen te richten. Dat is bij wijze van spreken wat je zou kunnen zeggen dat therapeuten en psychologen doen. Dat is, ze richten zich op de problemen bij de kinderen. We gaan de problemen bij de kinderen veranderen. En het probleem ligt bij die kinderen die problematisch zijn. Nee, het probleem ligt niet bij... Enfin, de pedagoog ligt het probleem niet bij de kinderen, maar bij zichzelf. Hoe moet ik samenleven met die autisten? Hoe kan ik nadenken? Dus zijn vraag was eigenlijk ook van... Hoe ga ik nu denken als ik met die autisten samenleef? Dus hij gaf elke ambitie op om die gasten te veranderen. Wat dat idee is gewoon... Hij ging daar gewoon mee samenleven. Maar probeerde daar werkelijk naast te leven. In de letterlijke betekenis van het woord, ernaast te leven. En het is het... En dan is de vraag voor hem, hoe denk ik nu als ik daarnaast leef? Als ik in de zin van samen daarmee leef. Hoe denk ik dan? En wat gebeurt er dan met mij? Je zou het bijna kunnen vergelijken, ik ga nu zeer oneerbiedig zijn, maar ik vind dat, ik vind het zeer vergelijkbaar op een bepaalde manier. Jane Goodall, die jaren aan een stuk... bij de chimpansees gaat leven. Om daar, en dus werkelijk samenleven bij die chimpansees. En dan dus eigenlijk probeert na te denken over wat mens zijn, of wat dier zijn, betekent, wat de verschillen daar eventueel tussen zijn, of niet. Die dus eigenlijk over zichzelf begint na te denken, door daar werkelijk te gaan samen te leven, dus met zichzelf iets te doen. Ik denk dat dat zeer vergelijkbaar is. Dus je probeert... Je houdt u eigenlijk bezig met uzelf. En neem nu bij die Jane Goodall, zou je kunnen zeggen, door dat te doen, dus door zichzelf in het spel te brengen, door te beslissen dat je dat gaat doen, ik denk dat dat nogal een beslissing is van te zeggen, want ik ga daar 20 jaar in de Cévennes zitten met die autisten, of ik ga daar 10 jaar in de jungle gaan zitten met die chimpansees. Wel, door dat te doen, zijn ze denk ik erin geslaagd, de ene wat die chimpansees betreft, de andere wat die autisten betreft, om die op een andere manier een kans te geven om in het leven te komen. Dus die chimpansees zijn anders geworden in de zin van wat een chimpansee is iets anders geworden precies daardoor. Omdat zij hebben iets kunnen laten zien
wat we daarvoor niet zagen. Net zoals Deligny ons iets heeft laten zien over autisten, wat dus blijkbaar door al die psychiaters niet werd gezien. Hè? Want die zeggen, die vertellen een heel ander verhaal over die autisten. Hij heeft daar ook films over gemaakt. Je ziet, daar verschijnt iets anders en in iemand anders eigenlijk. En dat is mogelijk geworden doordat ze met zichzelf iets hebben gedaan. Niet zo, ze hebben zich niet gericht op die ander. Dus het eerste doel is niet het zich richten op het ander. De eerste, en eigenlijk het enige middel dat de pedagoog heeft, is zichzelf. Wat is een pedagogische houding? Een pedagogische houding is enerzijds een experimentele houding en anderzijds een studiehouding. Dat is eigenlijk wat die pedagogische houding is. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk zo'n houding hebben dat er iets kan verschijnen, dat er iets kan opduiken en dat datgene wat opduikt tegelijkertijd de kracht krijgt om je aan het denken te zetten, maar dat betekent aan het denken te zetten om je te vormen. Daarom, dus de pedagogische houding is een houding die het mogelijk maakt dat iets tot spreken wordt gebracht, dat iets tot spreken komt. Maar spreken in de letterlijke betekenis, je zou het nog anders kunnen zeggen, dat iets gezag krijgt. Maar ons Nederlands woordje gezag komt van zeggen. Dat betekent dat iets ons iets zegt. Gezag betekent in die zin iets dat iets ons kan inspireren, iets kan betekenen voor ons, letterlijk ons iets te zeggen heeft. En ik denk een pedagogische houding is een houding die het mogelijk maakt dat iets tot ons begint te spreken. Maar spreken in de betekenis van dat iets begint te zeggen, dat je er niet alleen iets herkent van wat dat je al weet, maar omgekeerd dat de werkelijkheid of de wereld u iets zegt. Ik vond het zeer, zeer interessant om te horen wat de Dardens bijvoorbeeld vertellen over de manier waarop ze films maken. Waarop ze hun films maken. Ik weet niet of het nu nog zo is, maar zeker dus die vier of die vijf films waardoor ze vooral bekend zijn. Eigenlijk gaat dat daarover. Eigenlijk gaat het erover. Dus er moet voor de camera iets kunnen gebeuren wat ze zelf niet konden voorzien. Maar om dat te kunnen doen, moet je je geweldig voorbereiden. Je moet je op een bepaalde manier geweldig voorbereiden om dat te kunnen doen. En je moet jezelf en die acteurs en die cameramensen in een toestand brengen dat ze effectief tegelijkertijd zeer voorbereid zijn. Maar dat er tegelijkertijd daarvoor iets kan gebeuren. Dat er echt iets voor de camera kan gebeuren. Niet alleen maar een soort vertaling van een script in een beeld. Want dan kun je even goed het verhaal lezen. Maar er zou iets voor de camera. Maar ik denk dus, als ik hoor wat dat die daarover vertellen, over wat ze daarvoor doen, voor mij is dat zeer, zeer, zeer vergelijkbaar.